Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag heb ik voor jullie een haul, maar geen gewoon soort haul met kleding, maar een interieur haul. Zoals jullie weten ben ik volop aan het verhuizen en mocht jullie dat nog niet weten, dan kunnen jullie de verhuisvlogs allemaal checken. Ik heb er een afspeellijst voor gemaakt op mijn YouTube kanaal, dus jullie kunnen al de vlogs daar terugvinden. En ik ben zo goed als bijna helemaal verhuisd. Er zijn natuurlijk nog wel een paar dingen die ik wil veranderen en een paar dingen die ik gezelliger wil maken, zoals mijn slaapkamer. Ik wil mijn slaapkamer iets meer rustgevender maken en gewoon leuke elementen invoegen die toch rustig zijn en rust brengen. Nu kwam het perfect uit dat ze bij Jysk een nieuwe collectie hebben, de Reflection collectie en de Reflection Trend. Wat wil zeggen dat je door items gewoon meer rust en balans kunt creëren. De trend heeft ook meer spirituele items, bijvoorbeeld als een kussen met het zonnestelsel en al die dingen, dus dingen waar je wat rustiger van wordt. En met de herfst en aantocht is dat wel geweldig, want let's be honest, Netflix en chill in het bed, hele dag. Dus dan wil je wel dat je kamer gewoon tof is, rustig is en dat toch er heel mooi uitziet. Het zijn ook vooral warme kleuren en heel veel riet en zo van die, ja, hoe moet ik dat zeggen, beige tinten eerder. Zo riet en beige tinten, wat helemaal up my alley is, want mijn kamer en mijn appartement zijn voor het grootste deel allemaal in die tinten. Ik wil natuurlijk niet dat mijn slaapkamer te hysterisch is met te veel kleuren en als je moet gaan slapen, dat je gewoon zoiets hebt van waar moet ik kijken? Het moet echt wel rustgevend zijn, want ja, je slaapt hier toch vooral. Maar toch wil ik ook gewoon dat mijn slaapkamer er mooi uitziet en mooi oogt, wat ik heel belangrijk vind. Maar het moet wel ook zo'n plaatsje zijn waar ik me even kan terugtrekken als het te hectisch is. Waar ik gewoon even op mijn gemak kan zijn. Daarvoor heb ik wat items aangekocht bij Jysk. Jysk kunnen jullie trouwens denk ik in heel België vinden. Ik ga meestal in Hasselt of ik shop online. Maar ik zal hieronder in de beschrijving alle details zetten. En ik ga jullie laten zien welke items ik heb opgepikt. Als eerste heb ik deze hele mooie lamp opgepikt. Deze is in zo'n riet geweven materiaal. En ik vind hem echt super mooi. Deze ga ik hier ophangen, maar dan ga ik wel mijn papa laten doen. Want ik zou geen elektrische shock willen krijgen en zo van die dingen. Dus die ga ik zelf vandaag niet ophangen, maar ik hoop dat mijn papa die deze week kan komen ophangen. Dan heb ik dit geweven matje. Ook super tof, super goede kwaliteit. Jysk heeft trouwens ook echt wel echt goede prijzen, niet te duur, want ik switch mijn interieur wel eens graag. Dus dat is fijn aan Jysk dat je wel aan goedkope prijsjes dingen vindt. Dus ook vaker kunt veranderen. Maar deze mat vind ik echt super mooi. Wauw. In het beige met zwarte details. Dan heb ik dit kussen. En dit kussen is gewoon zo'n zalige kwaliteit. Het is echt top. En ik vind het ook echt super mooi. Met zwart en beige, gewoon rustige tinten. Heel mooi. En een leuke vorm. Niet zo vierkant, maar een beetje rechthoekiger. Dan heb ik deze plantenhouder. Het ziet er zo uit. En dit zet je hierin. Want een plantje in de slaapkamer zorgt, vind ik zelf ook wel echt voor rust. Gewoon een beetje groen. Een stukje van de natuur, zal ik maar zeggen. Dus dat vind ik ook wel heel tof. En deze plantenhouder gaat dat gewoon echt heel mooi en afmaken. En dan, last but not least, heb ik deze gevlochten rietenmand. Ik vind hem echt prachtig. Hij is ook echt groot om dekentjes en zo in te leggen. Als je dan in de herfst of in de winter extra vliesdekentjes wilt, kun je die hierin leggen. Als je ze niet gebruikt, als je ze gebruikt, doe je ze op het bed en dan gooit je ze hier terug in. Dus een mand vind ik wel altijd een must in de slaapkamer.
Oké, dat zijn de items die ik heb gekozen. Nu ga ik ze allemaal een plaatje geven in de slaapkamer. En jullie de before en after laten zien. Sorry trouwens van het gordijn. Maar het waait buiten. Dus het gordijn komt er soms voor. Maar dat is het plan. Dus jullie gaan zien hoe ik het style. Als eerste hebben we deze mand. En we hebben dekentjes. Ik ga het grijze dekentje van onder doen. En het witte ga ik er opleggen. Like this. En dat mag wel echt zo'n beetje messy zijn. En dan hang ik één hoekje van het dekentje zo erover. Dus dan hebben we zo dit effect. Misschien een beetje lager. Tada. En ik ga het mandje hier neerzetten. Naast het zeteltje. Zo. Dan heb ik hier een plantje voor in mijn plantenhouder. Die ga ik erin zetten. En dan ziet hij er zo uit. Kijk mooi. En dan ga ik die denk ik bij mijn spiegel zetten. Voilà, deze ga ik dan hier neerzetten. Tada. En dan ziet dit er zo uit. Kijk tof. Voilà, dan hebben we al de plant en de mand. Next up is het matje. En dan ga ik zo voor mijn bed leggen. Zo, dan hebben we hier het matje. En het bed ziet er nu maar kleurloos uit. Dus ga ik het kussen in het midden van het bed zetten. Ik ga dat hier neerzetten om een beetje kleur aan te brengen. En toch niet te overweldigend. En tada, dan ziet het er zo uit, het bed. Kiki komt daar piepen. Dat is al jaren mijn knuffel. Dus die hoort bij in het interieur. Dan hebben we nog de lamp die ik dus hier ga hangen. Maar die komt nog. De mand met dekentjes. En de plant. En niet te vergeten natuurlijk het matje. Super tof. Zo is mijn kamer weer helemaal gerevamped. En hebben we een kamer makeover gedaan. We hebben het met een paar items toffer gemaakt, maar toch ook nog de rust behouden. En misschien zelfs een beetje extra rust toegevoegd door het plantje en zo met de natuur. Dus dat is wel heel tof. Ik vind zelf dat het er goed uitziet. Laat mij weten wat jullie favoriete item was. En als jullie het er mooi vinden uitzien, ik ben heel benieuwd. Als jullie zelf iets van deze collectie willen of zo, ik zet alle info onder, ook de items die ik heb. Dus dan kunnen jullie alles gewoon gemakkelijk terugvinden. Hopelijk vonden jullie het een leuke video, dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na en ik zie jullie snel weer.